Een hele goede middag, beste kijkers. Je ziet het, ik zit weer in het autootje. Ik sta nog in de parkeergarage. Ik ben namelijk net wezen sporten, direct door uit werk. Het is nu 6:30 en ik heb een tijdje honger. Dat is niet normaal. Maar we gaan eerst weer eens lekker naar de waterkant. Je ziet het, alle spulletjes in de auto. Gelijk door nawerk, sporten, eten bij de visstek, vissen en dan weer naar het werk. Helemaal fantastisch, jongens. Het is maandag. We gaan even knallen. Hopelijk dat er niemand zit. En we gaan naar de waterkant. Ja, jongens, je weet dat het knallen wordt. Als deze jongens binnen zijn. En dat zijn ze. Dus op naar de waterkant. Jongens, het tentje staat op een schuine helling. Want het is toch een drassige zooi geworden. Als ik mijn schoenen toch vergeet aan te doen vanaf met een run. Dan ben ik echt een sjaak. Het tentje staat. Het zonnetje is er nog niet onder. Dus dat scheelt. Maar ik ga wel eerst eens even een burgertje bakken. Want ik ga helemaal kapot van honger. Dus 7:30. Ik heb vandaag als enige een halfvol bakje Franse kwark op en 2 eierkoeken. En daarna heb ik gesport. Oeh, honger jongens. Even eten en daarna de kwarks voeden. Ja jongens, ziet het er eens even lekker uit. Lekker cheeseburgertje. Daarvan genieten. Ja, het is ongelooflijk, maar de richtjes zijn alweer geknoopt. Je ziet het, het is gewoon een standaard richtje met een haak met een brede bocht. De ene vis ik met een single bowl. Ik vis vandaag met de nieuwe bolies van tijgernotenkoop.nl. De Halibut Bloedworm Pellet bolies. Je hebt heel veel Halibut pellets, maar dit zit dus nu ook in een bol verwerkt met bloedworm. Dat is een toppetje, in Frankrijk ook meegevist. Als je die video trouwens niet hebt gezien, klik even op het linkje hier beneden. De ene vis ik dus single, de andere met een klein geel netmeisje erop. Zo meteen een voertje laten zien. Ja jongens, we zijn alweer een week terug uit Frankrijk. Ik heb hier een vers gekookte zak met van tijgernotenkoop.nl. Het spot niks. En hij is gewoon nog steeds niet beschimmeld. Dus dat is helemaal mooi. Hier doe ik een beetje van bij. Je ziet het, 5 bolies erbij. Mijn eigen bolie, een beetje bloedworm pellets. En dat is het. Niet te veel voeren hier zo. Loop ik zo meteen nog even om. Dan gooi ik een klein beetje voer vanaf de andere kant verspreid. En met de boliepijp. Dat wordt hem. Het tweede hengeltje is eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Schuimpje erop, knallen maar. Ik ben heel benieuwd. De wind staat hier op de kant. Dus zeg maar eens even kijken of de vis daar ook naartoe gezwommen is. Soms heb je dat. Vorige keer ook wel aardig goed onder de kant gevangen. Dus we gaan het gaan weer proberen. Ja, jongens, jullie zien deze enorme blubberpartij. Daar staat maar één hengel. Als die vannacht gaat, dan ga ik sowieso glijden. Ik stond net gewoon rustig even mijn hengel goed te doen. Toen ging ik echt al bijna, dus als die vannacht gaat, wordt glijden. Daar staat het andere hengeltje. Het is bijna donker. Het is 9:15, dus ik ga maar even mijn andere 2 burgertjes opeten. En dan gaan we lekker vroeg het bedje in. Morgen moet ik weer vroeg opruimen en dan gaan er veel hangen vannacht. Dus dan slaap ik tenminste genoeg. Eerst even eten en deze zooi opruimen. Ja, ja. Goede, bijna morgen. Je ziet het, er staat het hengeltje. En wat hebben we toch een mooie dikke spiegel gevonden. Dus, dit is fantastisch. Kijk eens even, een paar mooie schubben op zijn flank. Het is 5:15. Ik ga hem heel even. Ja jongens, het is fantastisch. Het is 7:00 ochtends. Ik ben net wakker. Toen ging gewoon de hengel nog even af. De valreep moet je nou eens even zien. Nou, dan weet je het al. Hey. Een klappie. Dus die gaan we even onthaken. En dan even karp op de foto zetten. Kijken of haar goed zit. Zo jongens, heeft hij dan. Is hij verwezen. Eerlijk jongens, eerste 20 pond plus vis van mij uit Nederland. Super mooi spiegel, mooi donker. Mooie schub op zijn flank. En,
heerlijk in zo'n nachtje voor het werk. Echt een mooie vis, de andere kant is nog mooier. We zijn hier gewoon super blij mee. Even de andere kant laten zien. Kijk eens jongen, wat een mooie vis hé. Super mooie spiegel. Hij kwam helemaal aan het begin van de ochtend. Super mooie vis. Fotootje maken en lekker gaan zwemmen. Zo, we zijn begonnen met opruimen. Het was 7:20 toen ik begon en ik moest om 8 uur weg. Dus we gaan even opschieten. Ja jongens, twee vachtjes, ziet het. Perfect getimed. Helemaal ongekleed, helemaal het mannetje, spijkerbroekje aan. Wel gelijk mega verkouden door die kou. Maar het is weer geregeld. Op naar het werk. Vannacht weer een nachtvis met Bram. Dus de video lopen gewoon lekker door. Het leven is heerlijk. Let's go. Ja jongens, het autootje waar we mee afsloten, daar staan we weer. En kijk eens wie we hier hebben. Een hele goede avond. Brammetje Vassenburg. DW trui aan, dan weet je dat het goed gaat komen. Mijn spullen liggen er nog in van vannacht. Natuurlijk die mooie spiegel gevangen. Wij gaan even knallen, want het is weer dinsdag. En wat betekent dat? Morgen vrij. Zo is het. We gaan weer lekker vissen. Knallen die auto vol. Even lekker twee nachtjes achter elkaar vissen. Jongens, het leven is mooi. Gaat ie? Met het bakje pop-ups. Daar gaan we weer, jongens. Want wat is de keuze? Of links of rechts. Wie dichter bij het schepje legt. Mag kiezen. En we weten het allebei niet, dus... Ik weet het wel. Ik zeg het niet. Hij zegt het. Nou, cheese, gooi jij maar even eerst. Zo. 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 Best wel uit de richting. Ja, maar die zie ik bij mij ook wel gebeuren. Hier. Film jij eens even. Oh, het wordt echt een lastig is. Kijk eens, pa. Nou, die liggen wel een stuk dichterbij. Mag jij het zeggen? Ik ga lekker links vissen. Zo, voor de kant gek. Dat zag je sowieso op beeld achter mij. Daar zit hij overal karpen, dus daar weer. Waar zit ze allemaal voor de kant? Echt niet normaal, hè? Voor de kant. Echt niet normaal. Maar we gaan vangen, jongens. Nou, jongens, het bootje is vol, jullie zien het. Goed voor de brasems. Ik heb er iets te veel voor, of een beetje van wat ik ingegooid. Schuimpje op de haak en dan een bolie met een nepmaisje tussen al die particles. Ik denk, ziet er wel leuk uit. Ik denk een bolletje of 10 in de boot. Ik denk een bolletje of 20 met de hand omheen gegooid. En dan hoepen op een snelle actie. Ja jongens, wat een prachtige lucht met een mooi onderhand zonnetje. En we hebben hier Bram, die zijn eerste hengeltje heeft klaargelegd onder het kantje. Andere hengel gaat tegen het gat aan, hè Cheese? Ja man, iets ervoor. Anders wordt het toch wel riskant. Kijk, mijn hengels liggen ook al. Allebei tegen het gat aan. En we zien veel activiteit, dus we hebben veel vertrouwen. Komt helemaal goed. Welke hengel gaat als eerst? Ja, die onder de eigen kant 30'tje heb ik gehoord. Dus, grassen. Grassetje, hè? Dat was hem. Ja, dat Bram was... krijgt van mij 100 euro als hij een graskarper van 30 onder de eigen kant. Onder de eigen kant van. Ah, het zou toch mooi zijn. Ah, het ligt nu op film vast, dus ik kan er niet meer onderheen. Nee, dat is top. Ik ga het andere. Hé, dat is een graskarper gek. Sla hem aan. Nou, kijk eens, hengeltje 2 is klaar. We houden het simpel, gewoon een rondetje. En een klein beetje particles erbij. En dan gaan we tegen het gat aanvaren. Vers uit Frankrijk jongens, fresh cooked particles, je kent het wel. Helemaal super. En gewoon na een week nog steeds geen schimmel, helemaal uit. Anderhalve week al. Ja jongens, jullie ziet het. Bram slaat zich kapot, want we vangen geen ene reet. Terwijl we grote praatjes hadden. Maar misschien komt het nog, we gaan in ieder geval ons petje opzoeken. Of niet? Daar staat hij. Bram, ja, hij zit al hier. zegt hij. Laat het even zien. Ja, ja. Op het ronnetje. Eerste braaspie van het jaar, jongens. Betekent wel dat ze er zitten. Ja, dat is helemaal geit. En we gaan hem even snel uitvaren. Gelukkig sliep we nog. Nee, dat is waar. Ik lag net in mijn bed. We hadden het er nog over. Maar dan zal hij voor het eerst gaan. Maar het is onze Bram, de brasemkoning.
Nou, al zijn grote braakjes over zijn spiegels is dit toch wel weer prachtig om te zien, jongens. Dikke lap. Ja, goedemorgen, jongens. Het is ongelooflijk, maar je liep gewoon net af. Mooi visje in net. Gaan we even de foto zetten. Dan gaan we even eten. En dan kunnen we alweer naar huis. Het was veel minder dan we hadden verwacht. Maar toch wel iets. Ja, jongens, dat is fantastisch. Even een eerlijk een Vlantosti ontbijtje. Helemaal uit. Hier is die dan. Mooi visje. Niet super groot. Maar hij is door weer. En weer niet geblenkt. Dus we zitten op een goede tour. En de foto's maken ik ken niet terug.